Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op Doe Maar Gamen. In deze video ga ik samen met jullie Run From The Beast spelen in de serie Opspeel Minigames. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. Vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje achter te laten op deze video als je dat niet gedaan hebt. En dan hoop ik dat jullie met z'n allen gaan genieten van deze nieuwe episode van Opspeel Minigames. Wat is Run From The Beast? Ik zal jullie in het kort even uitleggen voor de mensen die dit nog nooit eerder hebben gezien op Doe Maar Gamen. Run From The Beast is een minigame waarbij er een aantal lopers of renners zijn, is net hoe je het wil noemen. En die lopers, renners, survivors of hoe de fuck je het ook wil zeggen. Die moeten ontsnappen aan het beest. Dat doen ze niet zomaar. Ze moeten namelijk te proberen te ontsnappen in een heel erg groot doolhof. En allemaal verschillende soorten jump maps. Het beest is eigenlijk gewoon een soort van player met allemaal diamond gear aan. En met een diamond sword. Jij als survivor moet dus proberen van die player zo ver mogelijk weg te komen met dat diamond sword. En jij moet dus proberen om via het parcours map, of via de jump map eigenlijk, weg te komen. Dat is eigenlijk een beetje het hele idee van Run From The Beast. Ik vind het persoonlijk een hele leuke en ook wel een beetje een grappige minigame. Want je bent altijd heel erg zenuwachtig van, oh my god, is hij dichtbij, is hij dichtbij. Momenteel is hij 5 blokjes of 7 blokjes van me af. Dus dat is niet heel erg veel. Daarom moet ik dit gedeelte wel even snel afleggen. Kijk, vanaf hier kan ik hem denk ik wel zien. Ik weet het niet zeker. Ja, daar is hij, daar komt hij, daar komt hij. Oh my god, daar komt hij. Ren, spring, spring. Nee, 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 nee. Ik ben gevallen, ik ben gevallen, ik ben gevallen. Oh nee, 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 nee. Rustig, Job, rustig. Door hem ben ik gevallen. Ik kon namelijk niks zien, want die player voor me is al. Hij is daar, hij is daar. Zeer waarschijnlijk gaat hij me zien. Ik ga gewoon heel snel. Oh, kut. Ziet hij me? Ziet hij me? Hij ziet me waarschijnlijk niet. Kijk, hij ziet me niet. Oké, mooi zo. Je kunt namelijk zien bij die roze balk hoe ver je weg zit van het beest. Komt hij achter me aan? Ja, komt hij achter me aan. Oké. Ik dacht wel even dat hij achter me aan zat. Ik moet dus gewoon proberen om van het beest weg te blijven. Er zijn nog 4 renners over, zoals jullie misschien wel kunnen zien. En hij is dus het beest die gaat proberen die 4 renners uit te schakelen. Ik zit dus nu best wel dicht bij het beest. Kijk, hij is namelijk hier. En hij valt naar beneden. Doei, beest. Oh my god, dit is moeilijk, dit is moeilijk, dit is moeilijk, dit is moeilijk, dit is moeilijk. Hop, 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 hop. Oké, nice, het gaat goed jongens. Ik ben in ieder geval beest voorbij gegaan. Dus waarschijnlijk is hij ook dood gegaan, dat weet ik niet zeker. Het hele idee is eigenlijk dat als je een renner bent, dat je dan gaat proberen zo snel mogelijk bij het einde van het parcours te komen. Daar is namelijk een kist met allemaal diamond gear. En met die diamond gear kun jij dan uiteindelijk proberen een soort van wraak te nemen op het beest. En hem te vermoorden, maar zoals jullie kunnen zien heb ik al gewonnen. Ik ga heel even dit parcours gedeelte uitproberen. We gaan namelijk over 18 seconden weer beginnen. Dat is over het algemeen ook hetgene wat ik zo leuk vind aan Run From The Beast. Je kunt namelijk heel erg snel beginnen met het volgende potje wanneer je al een potje hebt gespeeld. Over het algemeen vind ik dit echt een van de favoriete of van de leukere minigames in de Skydust Minecraft server. Dus stel je nou eens voor, denk ik, Job, ik zou het ook leuk vinden om deze minigame te spelen. Zoek dan even op Google het IP van de Skydust Minecraft server. Ik geloof dat het gewoon skydustminecraft.com is of iets in die trant. Maar als dat het niet is, zoek het dan even op Google en dan kun jij misschien ook wel Run From The Beast spelen. En misschien kom ik jou wel tegen in deze server en kunnen we het lekker met z'n tweeën gaan doen. Ik weet het niet, zou niet zo hartstikke leuk zijn. En we gaan over 5 seconden weer beginnen, ik ben benieuwd. En het zou ook wel leuk zijn als ik een keer het beest zou zijn. Ik ben namelijk al vaker het beest geweest en dat vond ik echt heel erg leuk. Oké, op dit moment ben ik niet het beest. Dan moet ik wel eerlijk bekennen dat ik het leuker vind om de renner te zijn dan het beest. Want als je namelijk de renner bent, heb je zeg maar een beetje dat spannende adrenaline gevoel. Want je dan elke keer bang bent van, oh my god, zit hij achter me, zit hij achter me. En als je zeg maar de renner bent of als je zeg maar de beest bent, heb je dat niet echt. Want ja, als je het beest bent, dan zit er nooit echt iemand achter je, zoals jullie misschien wel kunnen begrijpen. Ik probeer een klein beetje achter de hele club te blijven. Want als ik dat doe, dan kom ik zeg maar niet in ze te zitten. Het is namelijk vervelend als je elke keer in een player komt te zitten. Dan kun je namelijk niet zo goed zien waar je naartoe loopt. Zoals jullie kunnen zien, het beest is momenteel losgelaten en hij zit nu 8 blokjes van ons af en nu 10, nu al 12. Zeer waarschijnlijk staat hij AFK, ik weet het niet zeker of niet. Staat hij AFK? Ik hoop het eigenlijk niet, want dan is het een beetje verpest. Sommige beesten die gaan dan zeg maar gewoon AFK staan totdat het potje is afgelopen. Wat een beetje jammer is, want op die manier komt hij dus niet achter je aan. Hij zit namelijk momenteel 30 blokjes van me af, wat over het algemeen... Oh nee, hij komt eraan, hij komt eraan, hij komt eraan. Ik zag namelijk van 30 in één keer naar 26. Of ik loop gewoon ietsje verder. Ik denk, als ik eerlijk mag zijn, dat hij namelijk niet meer achter mij aan zit. Maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Zoals jullie kunnen zien, ik ben toch wel echt een speedrunner als het gaat om jumpmaps. Dat vind ik persoonlijk wel het fijnst om het op die manier te spelen. Oh, hier moet je trouwens niet jumpmappen. Hier moet je namelijk, of ja, hier moet je wel gaan jumpmappen. Maar je moet zeg maar niet heel snel gaan. Hier moet je namelijk een klein beetje de orde handhaven. Door niet heel snel te gaan en het beest is alweer dood. Dus dat is zo vervelend als het beest zeg maar AFK gaat staan. Dat is echt een van de dingen waar ik heel erg slecht tegen kan. Dan denk ik echt van, gast, of je doet mee, of je doet niet mee. Eén van die twee. En als je dan in het potje zit en je bedenkt je niet mee te doen, kun je beter gelijk gaan stoppen. In ieder geval. Ik ben terug, ik ga even terug naar de lobby. Ik ga namelijk even een andere map joinen. Want je hebt namelijk meerdere maps bij Run From The Beast. En ik zou het dus ook wel leuk vinden om even een andere map te gaan kunnen kiezen. Dus laat ik gaan voor... Is hier toevallig een map waar al wat mensen in zitten? Ik geloof dat ik net die join. Dus nu kan ik misschien wel deze joinen. Of kan het niet? Even kijken welke ik dan best kan gaan joinen. Ja, ik denk dat ik... Oh, wacht, hier zitten er ook wel een aantal mensen. Laat ik deze maar joinen. Ik hoop namelijk dat dit een nieuwe map is. En het is zeer waarschijnlijk geen nieuwe map. Of is het wel een nieuwe map? Nou, we gaan wel beginnen over 2 seconden. Dus dan maakt het me ook niet zo heel erg veel uit of het een nieuwe map is. Oh, all matches are full. Oké, dan moeten we zeer waarschijnlijk even wachten totdat we kunnen beginnen, neem ik aan. Ik heb echt geen idee, het zal ook allemaal wel. In ieder geval, we gaan snel proberen het hele jump gedeelte af te leggen als het gaat lukken natuurlijk. Ik hoop het eigenlijk wel.
Even kijken of ik dat gaat. Ik vind jumpmaps vind ik altijd leuk. Dat is ook de reden waarom ik Run From The Beast een hele vette minigame vind in deze server. Het is eigenlijk een soort van combinatie tussen rennen en tussen parcouren. En dat vind ik gewoon heel vet. Of dan echt tussen rennen en parcouren. Maar het is een soort van combinatie tussen, laat ik het zo zeggen, TNT Run en tussen een parcoursmap. Voor de mensen die zich afvragen hoezo TNT Run. Nou, bij TNT Run heb je ook altijd een beetje dat adrenaline gevoel. Zo van, oh my god, zit er iemand achter me? Gaat iemand me voor mijn voeten lopen? En dat heb je hier ook bij. En what the fuck is er met jou aan de hand? Oh my god, die kerel die heeft gewoon een hele fucking inception van pijlen aan zijn nek hangen. Fucking genius. In ieder geval, we gaan over 5 seconden beginnen. En het zou best wel knap zijn als ik in 5 seconden deze jump map zou kunnen halen. Het kan sowieso niet. En we zitten weer in dezelfde map, wat over het algemeen helemaal niet erg is. Want als naarmate je deze map beter kent, naarmate het ook leuker is om hem te spelen. Want op die manier kun je hem natuurlijk lekker snel uitrennen. We gaan over 3 seconden beginnen. Ik ben er klaar. Ja, hun zeggen ook al, again, weer, weet je wel. Oké, we kunnen in ieder geval snel weg hier. Ik ga het een beetje spannend maken. Ik ga hier gewoon even wachten. Ik ga gewoon even wachten totdat hij bijna gereleased wordt. En nu ga ik snel weg. Nu ga ik echt wel snel weg. Kijk, let op. Wacht, kut. Welke kant moet ik op? Deze kant, toch? Nee, kut. Verkeerde kant. Te spannend. Nee, zo spannend wou ik het niet. Ik wou het spannend hebben, maar dit is te spannend. Nee! Nee, dat dacht ik al wel. Shit, waarom deed ik dat? Ik wou het een beetje spannend voor mezelf maken. Door gewoon even te wachten voordat het beest achter me aankwam. Maar momenteel heb ik het een klein beetje te spannend gemaakt. Nou, dat geeft mij natuurlijk wel weer de mogelijkheid om de map even van dichtbij te bekijken. Of nou niet echt van dichtbij, maar even vanaf een mooi perspectief. Zodat jullie ook een klein beetje een inkijk hebben van hoe deze map nou in elkaar zit. Dat wil ik eigenlijk ook wel even laten zien. De eerstvolgende keer wanneer we dus weer Win From The Beast gaan spelen, ga ik er dus voor zorgen dat ik niet al te veel risico ga nemen. Want op die manier verpest je het een beetje. Laten we nog even één potje gaan spelen. Ik ben namelijk in een fanatieke bui, in een gemotiveerde bui. En ik hoop dat jullie allemaal even een like achterlaten, zodat ik in die gemotiveerde bui blijf. En dat ik gewoon lekker 4 potjes kan gaan spelen. Even kijken hoor, jongens en meisjes. Laten we een andere gaan joinen. Waar momenteel wel al wat mensen zitten, maar die zeg maar wel een beetje nieuwig is, zeg maar. Nou, die zit allemaal vol. Is er nog een beetje een lege over? Of niet echt een lege, maar is er eentje over die kan joinen? Hier zitten allemaal 0 van de 45 mensen in. En diegene waar mensen in zitten, die zitten vol. Wat over het algemeen is best wel kut. Dus kan ik toevallig de mensen zien? Of kan dat niet? Get VIP, nou, dat hoeft allemaal niet van mij. Laten we deze anders gewoon gaan joinen. Het is waarschijnlijk wel hetzelfde, maar dat maakt me over het algemeen helemaal niet zoveel uit. Het gaat er naar mijn mening gewoon omdat we lekker snel kunnen gaan beginnen. En dat ik jullie even mijn skills kan laten zien. Het zou leuk zijn als ik in dit laatste potje dat ik het ga spelen in deze episode een beest zelf zou kunnen zijn. Zou voor de verandering en voor de afsluiting misschien wel leuk zijn. Maar ja, over het algemeen zou ik het ook niet erg vinden als ik gewoon als een renner moet spelen. Want over het algemeen vind ik het spelend als een renner wel wat leuker. Maar we zullen het vanzelf wel gaan ondervinden. Ik ben momenteel geen beest, maar ik ben gewoon weer de renner. Zoals jullie kunnen zien is het beest... ja, een stiefmannetje of niet? Is het een stiefmannetje? Ja, het is een soort van stiefmannetje. Met een baard lijkt het wel. Nou, ik ga gewoon lekker snel, want ik weet dat ik namelijk zo snel... Maar ik weet dat ik dit jump heb, namelijk snel kan halen. Of niet zozeer de jump heb, maar ik weet dat ik dit snel kan halen. Dus ik ga proberen zo snel mogelijk het uit te rennen. Zoals jullie kunnen zien, ik lig momenteel voorop. Dus ik denk echt dat ik als een van de eerste er eigenlijk ben. Ik denk dat het wel moet gaan lukken. Ik ga via deze kant even kijken. Moet ik deze kant op? En als het goed is, komt er nu een bordje van Almost There. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Want zit ik namelijk verkeerd. Even kijken. Ja, Almost There. Dan ga je dit af. Ja, ik heb deze map al zo vaak gespeeld, jongens. Maar het is echt niet te geloven. Komt er ook door dat ik dit een hele leuke map vind. Hoor, moet ik ook wel weer eerlijk bekennen. Vind ik ook wel loos, want het is gewoon een hele leuke map. Kijk, ik ben als eerste boven nu, wat over het algemeen vrij cool is. En dan kan ik namelijk als eerste het hele parcours gedeelte ook halen. Zul je net zien dat ik nu naar beneden ga vallen, omdat ik weet dat ik in mijn eentje voorop lig. Heb ik altijd, wanneer je zeg maar weet dat het heel erg lekker gaat, dan val je sneller dan dat je weet wanneer het niet lekker gaat. Dat is echt heel apart. Want als het niet lekker gaat, dan denk je van ja, nou ik moet snel verder komen, want dan kom ik weer bovenop te liggen. En wanneer het wel lekker gaat, dan ben je meestal zo van, ah weet je, ik sta toch wel vooraan. Dat is wel een beetje het nadeel. Maar in ieder geval, we gaan proberen dit te halen. Oh, dat zijn wel even de skills hoor, jongens. Dat zijn wel even de skills. Oh, ik dacht gewoon dat ik hier kon gaan vallen. Kan ik, ik kan hier naar boven. Als het goed is, ben ik dan de allereerste met mijn zwaard. Dus zeer waarschijnlijk kan ik als allereerste het beest gaan killen. Omdat ik als allereerste boven ben. Kijk, dit is wel episch. Ik heb het als allereerst gehaald. En boom. Kan ik dit openen? Als het goed is, kan ik deze openen. Ja, kijk, een gear. Zo, ik pak gewoon even al de gear die ik kan pakken. YOLO. Hoppakeetje. En zit hier ook nog een keer? Ja, dat hoef ik niet. Kijk, dan doe ik dit aan. Ik doe dit aan. Ik heb nu een dit. En als het goed is, kan ik dan return to the end of the map. Return to the beginning of the map. Doe maar het einde. Dan kan ik namelijk naar het beest toe komen. Ik denk namelijk dat het wel handig is. Ja, daar is hij namelijk. Ik ga naartoe, jongens. Ik ga het beest te pakken nemen. Oké, even kijken. Ik ga daar naartoe. Ik kan hem namelijk nu killen met alles wat ik bij me heb. Kan ik nog iets aandoen? Nee, ja. Oké, waar is hij? Waar is het beest? Fuck you! Fuck you! Fuck you, 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 fuck you. Ik ga tegen het beest vechten, jongens. Ik vecht tegen het beest. Ja!
Ik heb het beest vermoord! Oh my god, ik ben de motherfucking winnaar, jongens. Job versus het beest, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ik heb gewonnen, ik vind het een prachtig einde voor deze video. Jongens, ik wil jullie allemaal vragen om even een like achter te laten op deze video. Een leuke reactie, want ik ga proberen zoveel mogelijk reacties te lezen. En ik wil jullie natuurlijk even vragen om te abonneren op Doe Maar Gamen, als jullie dat niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Job speelt minigames. Met een nieuwe minigame hier op Doe Maar Gamen. En dan zeg ik, ciao!